explodeerde? Ben jij nou een echte gamer? Dan heb ik het perfecte iets voor jou! De goden van Coolblue en Logitech hebben mij gekozen om jullie iets geweldigs te laten zien. En dat is deze koptelefoon, dames en heren. De Logitech G432. Oftewel, de G432. Dit is een 7.1 gaming surround sound headset! Ik gebruik deze zelf ook heel veel in mijn vrije tijd de laatste tijd. En my god, hij beviel me echt heel goed. Deze koptelefoon heeft zelfs DTSX2. Ik weet niet wat dat betekent, maar het is heel goed, heb ik gehoord. Wil je deze koptelefoon nou ook hebben? Het linkje staat in de beschrijving. En ik zal een van deze koptelefoons weggeven aan jullie. Hoe kan je meedoen aan deze winactie? Dat ga ik toch echt uitleggen aan het eind van deze video. Want eerst moet ik jullie gewoon even laten zien hoe Epic de koptelefoon werkt. Hoe komen we erachter? Lekker potje Anthem spelen. Kijken of het spel leuk is. En nog beter nieuws! Oh my god! Bij aanschaf van deze headset krijg je 50% korting op de game Anthem. Is het mooi compatible met je koptelefoon? Daar gaan we achter komen. Dit is de koptelefoon die ik ga dragen. En hij zit heerlijk. En dat is gewoon mijn oprechte mening. Ik ben niet betaald om wat te zeggen. En het heeft zelfs ook microfoon. Er was een chill in deze microfoon. Dus niet alleen dat hij stelbaar is. Dat ik hem dichter bij mijn mond kan doen. De kwaliteit is ook super goed. Dus ben je net begonnen met gaming video's maken. Dan is deze headset voor jou. Wat ook vet is. Zit je in een Skype gesprek en begint iemand tegen je te praten. Als je hem dicht doet, dan mute de microfoon zich vanzelf weer. Amazing! Hoef je jezelf niet te muten op het systeem wat je gebruikt zelfs. Oh shit, het moet Discord even muten. Nee, koptelefoon laag is koptelefoon aan. Koptelefoon uit. Deze koptelefoon is geschikt voor je Mac, Xbox One, PS4, Nintendo Switch en je PC natuurlijk. Gewoon voor alles. Geen niet een duimpje omhoog achterlaten en te abonneren. Dankjewel. Nou, daar zijn we dan in de game. We zijn aan het spelen. Ik ben best wel enthousiast over deze game. Het ziet er gewoon vet uit. Ik wil gewoon plezier hebben. Alles zit in de fik. Het is helemaal niet leuk. Het is niet vrolijk. Het is allemaal zo somber. Oh my god. Dat was sick. Oh, ik kan zelfs double jumpen. Oh. Dat is zeker cool. Moet je me kijken. Moet je me kijken. Wat voor snelheid ik ga. Maar, oh god. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Help. Wat heb ik gedaan? Ik moet hier uitkomen. Ik wil nog niet dood. Oh nee. Ik ben overheated. Help. Oh. Yes. Ik heb het overleefd. Ik wil misschien iets te cool aan het doen. Nou, ik moet zeggen, de game mode is wel wat zacht. Gelukkig heeft de achterkant van dit ding een volumeknopje. En dan kan ik het harder en zachter mee zetten. Oh, dit moet ik kapot schieten of zo? Oh, dit is cool. Dit is cool. Rare dingen, ga terug naar je moeder. Dit is het einde van je leven. Als je nog terug wil naar je familie en naar je vrienden, laat me dan met rust. Oh nee, overal explosies. Wat is dat? Gaan wij grote monsters uitnemen? Oh, oh, oh. Oh. Wie was mijn kill aan het stelen daar? Dat vind ik niet eerlijk. Oh, hier is weer een freelancer. Wat een noob dat hij neer is. Ik was ook neer, maar ik ben niet noob, dus... Al die lava kreefjes. Ik heb het niet zo met kreefjes. Ik hou daar niet zo van. Wist je dat van die kreeften? Die weten tegenwoordig zelfs hoe ze messen moeten dragen. Dat is toch eng? En nu hebben ze ook nog vuurkrachten. Ultimate ability? Wat is mijn ultimate ability? Oh! Woo! Dat is sick! Deze game weet hoe je je sick en epic kan voelen. Super Wilbo komt je redden. Hey, ik ben even... Zie niet dat ik bezig ben. Dat is sick. Ja, gaan jullie mij belachelijk maken dat ik nieuw ben en ben gevallen? Kijk eens naar jullie dan. Wie revived jullie? Wie had er geen hulp nodig na zijn crash? Super Wilbo. De Titan zal vallen aan de handen van niemand anders dan Super Wilbo. Is de Titan nu neer? Nee! Je stilt mijn kill! Oh, kijk, nu zijn we in een mooi groen gebied. Maar zo te zien is mijn pak helemaal ouderwets geworden. Wacht. Druk op L3 terwijl je springt om te vliegen. Oh my god, ik ben Iron Man! Holy moly, Iron Man simulator! Haha! Dit is zo sick! Woehoe!
Nu ben ik gewoon Iron Man. Dit is zo cool. Het zijn weer andere schorpioenen die niet in de fik staan. Ik haat schorpioenen nog steeds. Zijn, wat gaan jullie nou weer op me spugen? Zijn jullie lama's? Ik dacht dat jullie schorpioenen waren. Mijn armor ziet er echt uit alsof het gewoon kut is. Ik moet nieuw armor hebben. Waar zijn die felle gele kleuren die ik zo leuk vond? Dat ben ik. Ik care gewoon te veel over hoe ik eruit zie in dit soort games. Kijk, en nu gaan we rennen. Spring. Oh, wat ziet dit er leuk uit. En mooi. Geef toe. Hallo, lief. Oh, wat zijn jullie schattig. Wat zijn jullie leuk. Oh, jullie zijn vriendelijk, toch? Vanaf nu hou ik van jullie. Willen jullie mijn huisdier zijn, alsjeblieft? Kom maar mee. Kan ik ze eigenlijk doodschieten? Nee, ze gaan nu vandoor. Nee, het spijt me. Nee! Jarvis! Friday! Maakt niet uit! Geef me de info! Geef me dat Iron Man effectje! Dat ik dan kan gebruiken van... Oh man, dit ziet er niet goed uit! Ik zie allemaal enemies. Oh nee, allemaal enemies. Woehoe! Ik voel me, kan ik ook? Oh, ik schiet jou nu dood. Het explodeerde! Yay! Oh, ik moet niet vliegen. Onder water! Ik vlieg nu onder water, dat is best wel cool. Ik ben nu een onderwatervogel. Als dat zou kunnen. Ik moet nu echo's brengen. Wat zijn echo's? Ik heb er nu 2. Oh, daar zie ik ook nummer 3. Dit is een beetje prophunten-achtig iets. Ik zit vast, help het. Oh, mijn suit kan alleen maar 3 per keer. Waarom geef je me dan 5? Waarom zorg je er dan met opzet voor? Wauw! Haha! Wow! Defeat enemies! Oh boy! Stop met aanvallen! Ik kom niet in vrede! Oh, nu zijn het wolfjes hoor. Ik hou van wolfjes. Wolven zijn cool. Kijk dit plaatje van een wolf. Dat is toch cool. Nou, kijk eens aan. Daar zijn we dan level 1. Ja, dat vind ik nou weer niet zo vet hoor. Dat... Level 2. Dat is beter. We gaan niet Wilbelt heten. Ho eens even. We heten Iron Wilbo. Want dat zijn we. In plaats van Iron Man, Iron Wilbo. We heten de legit Iron Wilbo. Haha, dat is zo cool. Oké, we kunnen nu dus een loadout kiezen. We kunnen kiezen voor Storm. Dat is een beetje een magic class. Als je in de middeleeuwse MMO's bent. Ranger, dit is een beetje frontline. Wat ik net had, basically, dat is wat Ranger is. Colossus, oftewel tank. En een interceptor, oftewel wat afstand. Ik ga voor een Ranger, denk ik. Ik ga voor een Ranger. Ik hou het gewoon bij wat ik net had. Daar zijn we dan met allemaal andere spe... Oh man, deze had ik moeten kiezen. Die heeft groen erin. Daar gaan we dan. Woehoe! Yeah, dit is sick. Ik ben gewoon met 3 anderen ook. Oh boy, voice chat staat aan, zie ik nu. Iedereen hoort mij praten weer. Oh, nee. Oh god, ik vlieg tegen dingen aan. Help. Vijanden die ik neer kan schieten. Hoppakee, we gooien een granaatje erop. Dat doen we gewoon. Maak Iron Wilbo fanart voor mij nu. Oh man. Kijk hoe goed ik bezig ben. Hoppakee, ik heb dat ding opgeblazen alsof het niks is. Ik ben echt deze hele team gewoon aan het dragen. Ik doe alles gewoon. Kijk, zo doen we dat. Er vliegt gewoon eentje recht op me af. En het kan me niks schelen. Dat is hoe awesome ik ben. Ik ga hier om in awesomeheid. Kijk toch eens aan jongens. Wat ga ik lekker. Heb je daar wat op te zeggen, Henry? Denk je dat je beter bent dan mij, Henry? Dacht het niet. Hij probeert te vluchten van mij. Voel de wraak van de stalen Wilbo. De Iron Wilbo bedoel ik. Dus. Ik kan zwaaien. Granaat drop. Hoppakee. En we gaan er weer vandoor. Hello. Ziet er goed uit hoor. Ik had dat pak moeten kiezen. Dan had ik zelf ook zo'n kontje gehad. Wat is dat? Moet ik het doodmaken? Ik schiet erop. Ik weet niet wat het is. Klinkt bekend, hè? Dat is een beetje hoe mensen functioneren. Ik weet niet wat het is. Ik ga erop schieten. Hallo? Kijk, daar is Matthias. Hoe heb je dit ooit overleefd? Hoe heb je dit? Er waren zoveel monsters. Yay. Hallo, Henry. Dit spel, ik vind het echt heel erg leuk. Ik heb mijn nieuwe verslaving gevonden. En ik moet even heel eerlijk zeggen, de noise cancelling van dit ding is zo goed, dat het nu raar is om te praten zonder dat ding op. Dat is echt sick. En het geluid? Het geluid is Wilbo approved. Ik hoop dat ik met deze video Coolblue en Logitech trots heb gemaakt. Senpai heeft me genoticed. En ik hoop dat ze proud zijn. Jullie vragen je af, hoe kun jij deze koptelefoon nou winnen? Want jij wil deze koptelefoon vast nu ook wel hebben. Heel erg
simpel. Plaats een comment waarom jij deze koptelefoon nodig hebt. Zet je vervolgens je Twitter of natuurlijk je Instagram, mag ook. Laat alleen wel duidelijk in de comments weten of het je Instagram of Twitter is. Dankjewel. Ook in de comment. Dit is verplicht. Waarom? Zo kan ik de winnaar makkelijk contacteren dat hij gewonnen heeft. Ik kies de leukste comment uit. Ik geef de gegevens door aan Coolblue. En dan heb jij ook deze super vette koptelefoon. Willen jullie dat ik deze game livestream? Laat het me allemaal weten. Mogen de beste winnen. Tot de volgende video. Doei!